jullie willen Didi halen. In ons huis? We hebben jullie afgeluisterd. Dat is gevaarlijk. Heeft Rekel het ook gehoord? Luister, het is toch onzin dat we Didi niet even mogen halen? Wie is daar nou? Rekel is bang voor dat vreselijk mens van jeugdzorg. Die denkt dat we in Australië zijn. Of ze hebben ontdekt dat dat niet zo is. En dat we zonder vader zijn. Dan neemt ze ons gelijk mee. Ja, er is daar niemand, geloof me. Wat wil jij? Geen ruzie. Dat krijg je niet. Dan wil ik Didi. Zie je? Fluit als ze wakker wordt. Oké, dit is het. Misschien heeft hij wel meer vogels. Of is zijn vader valkenier? Dat kan bijna niet anders. Die vogel komt hier helemaal niet voor. Dat weten we nou wel. Maar wat als die jongen er niet is? Dan zeggen we tegen zijn ouders dat hij een telefoon heeft gejat. En wat als zijn ouders er niet zijn? Dan leggen we een briefje neer zodat de politie weet dat hij de telefoon terug moet geven. Zou je dat wel doen? Ga je nou serieus met mama's telefoon vloggen? Dus een boomgroen? Ja, dat spreek we af. Ik ben morgen weer bereikbaar. Mam! Is de elektricien geweest? Nee, maar wat? Ik weer... Dat had hij toch beloofd? Verdorie, zo kan het toch niet werken? Mam, ik werd... Het ding ook nog leeg. Stapels. Ik krijg toch die zaak zo niet allemaal niet rond. Mocht het je interesseren, opa mag naar huis. En waarom denk jij dat mij dat niet interesseert? Je bent toch alleen maar bezig met je werk. Nou, Lot, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Mijn telefoon is weg, er is geen elektriciteit. Ik breek mijn hoofd over deze camping en ik probeer op tijd thuis te zijn om naar Corsica te gaan. Echt, ik heb genoeg aan mijn hoofd. Maar ik ben heel blij dat opa naar huis mag, natuurlijk. Hé, hey. Echt. Sorry. Zullen we naar hem toe? Zullen we gaan? Oké. Okay. We zijn hier bij de dief, de dader, de jatteneur thuis. Ja. Ik zie geen enkele hond, nog een mens. En de kooien? Wat? De vogelkooien. De... Mijn zuster en haar vogelobsessie. Had ik daar iets over verteld? Tim! Tim! Kom op, ze zijn er niet. Maak je een briefje, dan gaan we. Er zat vast wel iets open. En je mag niet inbreken. Mag wel meer niet. Telefoon stelen bijvoorbeeld. Tim. Tada. Hou ze vast. Ik weet niet zeker of dit mag. Ik ga alleen even kijken of die binnen ligt. De vogel. Wat is de reden dat hij nu opeens naar huis mag? Heeft u even? Sorry, ik snap jullie overweging niet helemaal, geloof ik. Hij moet blijven, dan mag hij naar huis. We hebben een telefoontje gekregen van mevrouw Koning. Zij had gehoord over de verwarde toestand van uw vader... en begreep dat dat misschien de oorzaak was van de brandstichting. Oh? Wat attent. Terwijl mijn vader toch niet heel erg aardig over haar spreekt. Dat bedrijf van mevrouw Koning... kan heel veel voor onze regio betekenen. Dat weet iedereen hier in het dorp. Gentopia kan ons op de kaart zetten. Maar er zijn altijd mensen tegen vooruitgang en helaas is uw vader daar één van.
Ja, dat klopt. Ja, hij houdt de dingen graag zoals ze zijn. Maar goed, dat is ook de leeftijd, toch? Het is heel jammer dat hij zo slecht spreekt over mevrouw Cleo. Dat vinden de mensen hier helemaal niet leuk. Helemaal niet leuk. Nou, nogmaals, dat spijt me echt enorm. Mevrouw Koning vroeg wel of uw vader nog verder wordt onderzocht. Oh, nee. Ik denk dat hij gewoon oververmoeid is. Dat het hem allemaal te veel is geworden, echt. Rust, dat zal hem goed doen. Dat hopen we dan maar. Ga de gang. En? We gaan. Yes. Nou, ik ben toch blij dat Sylvia me vrij heeft gekregen. Sylvia, van Aquatopia. Dag, commissaris. Finn, die vogel. Stil. Yes. Hij woont hier dus echt. Tim. Kijk. De oude eik. Zou dat zijn familie zijn? Nee. Ze kunnen ons toch niet zomaar uit elkaar halen? Dat kunnen ze toch niet doen? Ze vinden dat ik jullie verwaarloosd heb. Sinds mama er niet meer is, ze denken dat ik niet alleen voor jullie kan zorgen. En dan? Ik heb geen papa en mama meer. En Wendy's ouders, die zijn... En zo fijn. Moeten we dan allemaal terug naar een ander pleeggezin? Dat kan toch niet? Wij horen bij elkaar. Wij zijn een gezinnetje met z'n zessen. Wij zijn een familie. Pap, doe iets! Ik ga het regelen, Rekel. Ik laat jullie nooit meer alleen. Tuurlijk horen wij bij elkaar, wij met z'n zessen. Ik ga het regelen, Rekel. Het komt goed. Moeten we fluiten? Wat is er? Blijf hier. Ik kijk even. Oude huizen die kraken. Help even zoeken naar mijn telefoon. Tim, dat mag helemaal niet. Stelen mag niet. Ik ben op zoek naar mijn eigen bezit. Is papa hier geweest? Nee. Het komt goed. Waarom neemt hij zijn telefoon dan niet op? Hij was gewoon even druk, denk ik. Wanneer gaan we hier weer met papa wonen? Blijf jij hier? Ik hou je knuffel. Hij ligt aan de zijkant van mijn bed. Wat doe jij hier? Wie ben jij? Tim.
Woon je hier? Hoe kan dit? Wat gebeurde er? Weet ik veel. Ze kan in ieder geval nooit ver zijn. Het leek wel een soort wild kind, alleen al supersterk. Nou, dat viel ook wel weer mee. Ze duwde jou op de grond. Zo'n klein meisje. Ik let er niet op. Iemand zou thee wezen, taart? Ja, de gasten zijn vertrokken toen ze hoorden wat er aan de hand was. Ik mag niks zeggen en dan zeg jij dit. Ja, Lotte, ik weet het ook gewoon niet. Pap. We moeten er even over praten, want dit schiet niet op. Jij gelooft me niet. Waar zijn Florentin? Het zwembad, toch? Nou ja. Heus al over nagedacht, hoor. Kijk. Ik zeg het heus niet zomaar, hoor. En dat klopt. Een jaar en 8 dagen geleden doet Cleo Koning een bod op een camping, ja? We hebben gecontroleerd in de kamperenagenda. Ja, ik weiger. Je moet echt rustig aan gaan doen. Waarom? Je bent echt moe en dat is logisch na alles wat er gebeurd is. En nu doet Lucas Vos zijn bod. Wil je thee? Nergens. Alsjeblieft nog één.